Georgië is een land aan de rand van Europa en het begin van het Midden-Oosten. Voorheen was dit land onderdeel van de Sovjet-Unie en sinds 1991 een zelfstandige republiek. Georgië is een christelijk land en bezaaid met 600 kerken en kloosters. Samen met Armenië vormt dit een christelijke enclave te midden van islamitische landen rondom. In het noorden van Georgië zijn twee gebieden bezet door Rusland: Zuid-Ossetië en Abchazië. Tbilisi ziet eruit als een moderne stad met jonge, moderne mensen. Op een plein in de stad wappert de Europese vlag. Ook hier zie je het zoeken naar een goede toekomst, het vertrouwde Russische kamp of meer richting Europa, zoeken naar aansluiting en bescherming. In totaal wonen er in Georgië 5 miljoen inwoners, waarvan 1 miljoen in de hoofdstad Tbilisi. In de buitenwijken van de stad zien we kunst en graffiti en het voetbalstadion van Dynamo Tbilisi. Georgië kennen we ook als het land van de presidentsvrouw Sandra Roelofs. Deze Nederlandse was vanaf 2005 tot 2013 presidentsvrouw. Haar man Michael Saakashvili de president. Sandra Roelofs zet zich nog steeds in voor Georgië. Sandra Roelofs komt uit Terneuzen, maar is getrouwd met de president van Georgië, Michael Saakashvili. Toen waren wij op de Olympische Spelen in Peking. Russian troops are fighting against Georgian self-defense troops and Russia is bombing Georgia. Now this is the worst nightmare one can encounter. En toen keek ik naar het televisiescherm en toen was ik bang. Want toen zag ik mijn man, die ik haast niet herkende. Het was een gelaatsuitdrukking. En die verklaarde dat Georgië in oorlog was en die vertelde dat er. En mijn ouders hebben ook altijd aan het water gewoond, in Terneuzen. Nu zelfs helemaal aan de dijk. En als je het dan even moeilijk hebt, dan denk ik terug aan het strand. En dan denk ik van ja, als het eb is, dan komt daarna ook weer vloed. Ik bezocht Georgië met een groep. Een bus zorgde voor vervoer. In 2008 heeft Rusland Georgië aangevallen. Ook de stad Gori kwam onder vuur tijdens een beschieting door de Russen, is de Nederlandse cameraman Stan Storiemans daar om het leven gekomen. Vanochtend vroeg is ons team vanuit de hoofdstad Tbilisi afgereisd naar Gori. En toen liepen we naar het plein midden in de stad. 5 dodelijke slachtoffers vallen er. Verslaggever Jeroen Akkermans raakt gewond aan zijn been, maar kan nog lopen. Daar op het grote plein voor het gemeentehuis zagen wij de complete ravage. Auto's die door elkaar stonden, ongelofelijke schade. En toen hoorden we ook van ooggetuigen wat er gebeurd was. Aantal doden, aantal gewonden. Toen pas zag ik Stan. De beide verslaggevers waren op dat moment, zoals meer journalisten, aan het werk rond het centrale plein in Gori. Gori is de geboorteplaats van Jozef Stalin. Voorheen stond hier ook het standbeeld van Stalin. Dit beeld is door de overheid van Georgië verwijderd. Op het plein is nu niets meer terug te vinden van deze beschieting. Het grote plein ligt er wat verlaten bij. Op het plein de dagelijkse gang van zaken en een spar supermarkt.
Gori is de geboorteplaats van Jozef Stalin. Hier vinden we ook het museum van deze dictator. Volgens inschatting zijn door zijn toedoen 23 miljoen mensen gedood. Het museum is misschien wel het enige museum opgezet voor een dergelijke vredeheerser. In meerdere landen worden herinneringen aan dictators zoveel mogelijk gewist. Hier is het een bedevaartsoord voor mensen uit vele landen en misschien voor sommigen een terugverlangen naar deze tijd. Country can be ruled by people. Stalin proved that country can be ruled by one person. Khrushchev, do you know Khrushchev? Mm-hmm. He proved that country can be ruled by any kind of person. Clever, stupid. Stalin heeft als heerser ingezet op industrialisatie en het uitbreiden van werkgelegenheid in de voormalige Sovjet-Unie. In het museum ontbreken de kritische noten rondom zijn persoon. In Georgië zien we veel kleine zelfstandigen die soms slechts één enkel product aanbieden. Dit is een veelgebruikte manier om in het levensonderhoud te voorzien. Er is nauwelijks enig sociaal vangnet. Het inkomen is puur een eigen verantwoordelijkheid. Bijzonder is deze manier om brood te bakken in een ronde put waarin later het vuur gaat branden om te bakken. De Sveti-Skovli-kathedraal uit de 11e eeuw is een belangrijke ontmoetingsplaats voor de Oosters-Orthodoxe Kerk. Er is ruimte voor meer plechtigheden tegelijk in één kathedraal. Binnen zingen gehoofddoekte vrouwen liederen op klagelijke toon. In de kathedraal zou de mantel die Jezus droeg toen hij aan het kruis stierf bewaard worden. Deze mantel werd door de Georgische Jood Elias meegenomen naar zijn zus Sidonia in Medjeta. Veel gelovigen bidden vandaag de dag tegen de pilaar aan waarin zich de mantel van Jezus zou moeten bevinden. Kerken zijn in Georgië goed bezocht. De betrokkenheid van mensen bij de rituelen van de kerk is groot. In Upplitzieke bezoeken we een archeologische plaats. Waarschijnlijk woonden er zo'n 3000 jaar voor Christus al mensen op deze plek. En dat maakt het tot een van de oudste nederzettingen van de Caucasus. Wie Upplitzieke bezoekt, begrijpt onmiddellijk waarom juist op die plek een nederzetting ontstaan is. Het nu verlaten stadje ligt op een moeilijk te benaderen rots. Al vroeg hebben christenen zich hier gehuisvest. Enkele uitgehakte ruimtes blijven al eeuwen intact. Je probeert je voor te stellen hoe het is geweest toen het bewoond was. We rijden over de Military Road richting Russische grens. De weg ligt op een steenworp afstand van de grens met het omstreden Zuid-Ossetië. Dit gebied heeft een overwegend Russische bevolking. In 2008 was dit voor de Russen een aanleiding om Georgië binnen te vallen
en het gebied te annexeren. We bezoeken het plaatsje Kazbegi. Kleine busjes brengen ons naar een orthodox kerkje op 2000 meter hoogte. Het uitzicht is wijds op de Zuid-Kaukasus. Bergen zonder begroeiing, maar wel meerdere kleuren om ons heen. Hoog boven Kazbegi en de Tsaminda Sameba-kerk piekt de 5047 meter hoge en besneeuwde Mount Kazbek. De Military Weg is de enige verbindingsweg tussen Rusland en Georgië. In de loop van de eeuw zijn al diverse invallegers via deze weg binnengekomen. Zo ook in 1820 een invasie uit Rusland. We verlaten Georgië richting Armenië en rijden met de bus door mooie landschappen. Georgië laat een indruk achter van een land nog zoekend naar groei en meer werkgelegenheid, maar ook het zoeken naar een balans met omringende niet-christelijke landen die soms als een bedreiging voelen.